Goedendag allemaal. Vandaag zijn we aan deel 6, ja, deel 6 al, van Mechelse muziek in tijden van corona. De crisis is nog niet voorbij en we hebben nog Mechelse muziek genoeg. En we blijven een beetje in de hedendaagse tijd. Ik zie dat we aan het rond zijn, want ik zie dat twee extra's in mijn hof liggen. En onze katten zijn buiten, dus die zijn al niet veilig. Maar wacht wat, ik ben nerveus. Ik had moeten beginnen met een stukje muziek. Wacht, ik kan het opzetten, hè. Zo wat achtergrondmuziek, wat staat nog al hebt. Dus dat nou eens even, want we kunnen ons kat binnenlaten. Bij mij is dat ook gebeurd. Sorry, zeg. Hoort, hè. We kunnen een beetje stiller zetten, hè. Ze zijn aan het kloppen. Voilà, zeg. Heb je dat herkend? Nee, het is een Mechelse groep. Ja, ja. En de leadzanger van die groep, die woont ergens aan de Deil. Dicht bij het Kierdok. Recht aan de overkant van het neefhotel van der Valk, wat dat vroeger de zwemdok was. Hoort hem zingen, hè? Hoort. Hoort het? Een jonge gast, hè? Dus in de 30. Even wachten, hè? We moeten ze beter nog naar iets anders zoeken. Die groep dat je nu gehoord hebt, dat is niemand minder dan, ik zal hem even laten zien, Pardon Service. Ja, ja, Pardon Service, een groepje dat al bestaat sinds 2010, hè, onder leiding van de zanger Niels van Mossevelde. Niels van Mossevelde, die naam zal misschien bij sommige mechelers wel bekend klinken, want deze moeder, dat was een echte schuilmeester. Ik zei mij in de verkeerde kant, want ze moet naar daar zijn. Want die moeder... deze moeder was dus een bekende schuilmeester in Mechelen, die muziek gaf. Dus, als je het met dat paplepel ingekregen, hè, hij had nog niet genoeg muziektoos gehad van Ulema, dat hem er zelf ook mee begonnen is. Dus hij is rond 2010 begonnen met die groep Pardon Service. En ja, als je wilt weten wie dat er allemaal bij was, we zullen ze eens even overlopen, misschien kende er wel van. Hè. Gaat dan Niels van Mossevelde, ik heb het al gezegd. Dan de Jan de Wilde, niet die ene Jan de Wilde dat ik wil zeggen. Hè. Wacht, want ik moet op eten. Ja. Niet die Jan de Wilde, wat ik kent van ja, wat is dat? Van daar is de lente en daar is de zon. Nee, dat is een ander. Deze die werkt bij de oerapparaten. De oerapparaten van, ik mag geen reclame maken, maar van Amplifon. In Mechelen hebben ze daar de winkel van. En ja, ik zou zeggen, die zet van tot die plotjes op en dan heb je geen oerapparaat nodig. Hè, want die mannen die kunnen serieus lawaat maken van Pardon Service. En dan heb je ook nog, wat doet die Jan de Wilde? Die speelt bas. En dan hebben we ook nog een Matthias Gesquière, ook allemaal van Mechelen, hè, mannen, allemaal van Mechelen. Hè. Die, dat is een batterist, hè, die klopt op de batterij, een drummer. En dan hebben we nog Chris Franks, die speelt gitaar. En die jongen die staat in het onderwijs. Ja, die neigt het misschien ook niet gemakkelijk in Boom in Tattenheim. Tegenwoordig, ja, van op afstand, hè, want je mag niet naar school of we moeten toch voor de kadeien bouwtafel, dat kan wel. En dan hebben we nog ook Johannes Jansen. Johannes Jansen, dat is een struiker. He, dat is niet dat hij als LNM's vol zijn en zijn gewassen, dat hij die moet struiken. He. Nee, nee, die speelt viool. Dat is een struiker. En als de Niels een beetje slecht bestemd is, zingt hij wat mee. En dan hebben we ook nog Bart Janssens, die speelt op een trombon. En soms ook op een tuba, dat is iets groter. En ook kan hem zingen. Als ze hem zo'n tuba wegleiden, want dat is moeilijk, tuba's pijn en zingen tegelijk. Hè. En dan heb je nog Koen Verbrugge, ook een Mechelaar, die speelt sax tenor. Dat moet je kunnen, hè. Een tenor sax als een bouwkundig ingenieur. Dat is geen stoemering dus. Hè. De Steven de Klerk, dat is die een percussionist, die slaagt op alles wat dat loslaat. En die kan ook nog een stukje zingen. En dan heb je ook nog Jan Letané.
Of de Timmerjan noemen ze die ook wel, want dat is ene dat werkt, maar de Timmerjan, of ja, Letta, nee, dat zijn we nog heten. In Mechelen, ik geloof dat dat ook allemaal zo werkgreef was als ze dat verkopen. Hè. Ja, zelfs zijn ik dat niet te vuil geweest als dat voor werkgreef gaat zeden. Maar dat zijn zo de mannen die dat dus, pardon, service uitmaken sinds 2010. Als je die dus laat komen, moet je een serieus podium hebben, mijn mannen. Want als je wat tegenslag hebt en het podium is niet sterk genoeg, dan vallen ze er los een dui. Want die zien dan niks. Hè. Die springen, die zingen, die trekken heel de hoop mee, ambiance tot en met. Hè. Tot en met. Te zien, want ik heb me al eens op mijn tekst geluid, dat was niet goed. Hè. Dus ze zijn eerst zo'n beetje gezongen aan het zingen geweest. En in 2015 hebben ze gepast, nou gaan we eens een CD opnemen. En die CD, dat is dan geworden Show de Vent. Zie je dat? Van Vuistwerm en van achter ook. Maar ja, goed, dat kun je niet zien. Je moet eens zien, hè. Dat staan allemaal tekeningsjes op. Maar dat ze allemaal willen zeggen, dat weet ik niet. Hè. Je moet hem dan verkopen en dan kun je het ook zien. Hé, hey, ze hebben hem al getekend, hè, gezegd, hè. Zo, dat was dus LCD 2015. Wat staat daar nou allemaal op? Wel, van alles en nog wat. Hè. Balkanmuziek, ska-muziek, chansons, Frans, Vlaams. Je kunt het allemaal niet zo zot pauzen. Het staat erop. Maar één ding staat vast. Als je daarin luistert, je kunt niet meer blijven stilstaan. Hè. Allee, we gaan nog eens een keer naar een erken luisteren. Om het gemakkelijk te maken, gaan we het eerste pakken. Zo, hè. En daar zingen ze in. Welkom in Maanstraat. Moet je een beetje even zitten, hè? Ga even zitten, hè? Ja, dat leek eens urenlang, omdat het zo'n lange intro is, hè? Kan ik niet aan doen, hè? Hoor. Die met zijn trompet is daar. Dat is dan een trombon, zo'n pasek. Even zitten, af te halen. Na 100 keer verhuizen komt een jongen hier terecht. Hij heeft een spraakgebrek, is lelijk. Problemen met gerecht voor de kost verkoopt hij niet. En shit, wapens als je wil. S'avonds slechts is hij aan het werk en ochtends is hij stil. Welkom in zijn straat, we zullen dat zien. En bakken commentaar, ook al is hij niet goed wakker. Of is de deal nog niet klaar? Roept hij vriendelijke spotterend, zo goed als het gaat. Mijn vriendje gaat komen, hè. Welkom in mijn straat. Welkom in mijn straat. Welkom, welkom in mijn straat. Ja, welkom in mijn straat. Tegenwoordig is dat moeilijk voor jou te spreken, want je maakt bekende kot niet uit. Dus welkom in mijn straat. Maar je voelt dat al. Hè. Je kunt moeilijk blijven rechtstaan en stilstaan als je dat doet. Welkom in mijn straat. Ik kan zeggen, wat dat daar woont, Niels van Mossevelde, dus de leedzanger, dat is dat dus dicht tegen de sporthal, wat ze vroeger zo gaan, was ze nou nog basketten. En die had daar heel zijn kot zelf gemokt. Dat is goed, als je dat binnen gaat. Ik heb er al eens een keer geweest. En nou, hij zei tegen mij zo, ja, maar in mijn kot blaven, dat gaat niet. En hij zei hem, ik moet ook mijn kot blaven. Want uile kot, dat noemen ze het repetitie kot. En dan mogen ze nou niet in. Stel dat wijs ik mijn eigen in zo'n repetitie kot in tijden van corona. Dat kan natuurlijk niet. Dus in 2015 brengen ze die full CD uit mee. En hij zei altijd, dat is muziek van Frankrijk tot aan de Balkan. Hier is goede muziek in. Ja, dat gaat over van alles en nog wat. Hè. Over de Kozakken en over... Ja, je kunt het zo zot niet pasen of het staat er wel op. Hij had in Holland opgetreden. Ja, met alle groepen zijn we al overal opgetreden. Hè. In Holland, in Mechelen natuurlijk al vuil. In Holland hebben ze opgetreden aan de kanten van Gouda. Hè. Ja, ze laten de kerst niet van alle brood pakken. Ze, hè. Dat mag gerust zijn. Hè. En wat, wacht, hè. En wat staat er hier nog allemaal op? Want ik zou het nog vergeten. Hè. Ja, in 2015 hadden ze dan die CD opgenomen. En voor toen was die verkocht goed. Hè. Ze hebben dat bekend.
Op een enkele flik hadden ze daar dus 1000 exemplaren van verkocht. Moet er maar aanstaan, hè? 1000 exemplaren. Ze hebben ook meer dan 2000 volgers op hun Facebook, pardon, service. Dus ze hebben wel schoon lekens. Ze zingen ook Franse lekens. Ja, Franse lekens. We zullen er eens eentje van horen. We zullen zien, dat is ook wij veel te dansen. Hè? Oh, was een beetje... Ja, dat is als je geen goede apparateur hebt, natuurlijk. Hier is het, Frans leken. Die op de deur aan het kloppen, hoor het. Als die een trombon wij. Dat is Frans, hè? Het is een beetje Frans met de cheveux sur les dents, dat hoorde wel, hè? Maar dat speelt geen rol. Je kunt niet blijven stilzitten als je dat hoort, hè? Voilà, goed, hè? Plezant, hè? Ja, dus ik moet zeggen, het cd'ke staat vol. Er staan 13 nummertjes op, schoennummertjes. En af en toe staat er ook een beetje uitlegbaar bij de lekers. Of zelfs een tekst erbij, niet van alle lekers, maar toch van vuil. Ik kan u zeggen, als je dus naar die mannen gaat zien, of je gaat dat dikkels zien, of je zet alle cd'kes dikkels op... Dat kost dan een paar schone meer per jaar. Hè. Ja, ja, je kunt niet blijven stilstaan. Je staat te dansen wat terwijl als de muziek speelt. Het is ongelooflijk. Je mag het van mij rust aannemen. Wat moet ik er dan nog van vertellen? Ah ja, als je naar die mannen gaat luisteren, dan hebben ze altijd hier leken dat ze nog op tanden spelen. En dat hier leken dat ze op tanden nog spelen, dat ga ik al na eens even laten horen, want we zijn bijna aan tanden. Hè. Het was wij aan een beus, maar het komt nog allemaal goed. Omdraaien. Te leren ze, dat hebben ze serieus wat aan moeten studeren. Hè? Omdraaien, altijd maar omdraaien. Omdraaien. Ah, wel, als je dat leken hoort op hun optreden, dat wil zeggen dat ze ver gedaan hebben. Hè? Omdraaien, dan heel die zaal of heel die boot, dat begint er allemaal te draaien. Gedrooid gelijk een geesteldop als je dat gaat doen. Ze kan het alles zeggen. Hè? Allee, dus misschien zijn er nog wel cd'kens als je op een Facebookpagina gaat zien, of op een eigen pagina, je moet maar zoeken naar Pardon Service, dan vinden dat wel. Maar in 2020, nou juist, hebben ze wij een neefleken. Ja, een neefleken, en dat deed, ja, moet ik eens even zien, hè? Vaselinovic, ja, dat begint heel traag. En dan zijn het de Kozakken die dat alles loslaten. Hè. Als de Kozakken een pint gaan pakken, dan weet het wel. Hè. Maar goed, daar gaan we dus naar zijn luster. Dat is een liste leken dat ze juist doodgebracht hebben. Hoe goed horen, hè? En het is zo in het begin al. Hè. Nou, ik ben al een beus precies. Ah, ik moet even de lood opzetten, hè, anders gaat dat niet. Hè. Dat is de lang, hè? Pavlinovic. Die schrijft ook plezant, hè? Ik ben aan de vierde kant van het niet aan te zetten. Thank you.
Kun je al vuisten als je dat in ticht hoort, hè? Dan zit er een Latijnse bij dat geklipt, hè? En dan heb ik een stiller gezet en dan heb ik hem afgekast met mijn mannen. Toesse. Ja, dat was het tussen vandaag, hè. Pardon, service. Een echte Mechelse groep, maar niet anders dan Mechelers in uilenbezetting. Dus als je het wilt vragen, mijn eigen man, zie je dat je genoeg drank in hoofd hebt, hè. Want die kunnen wat verzetten zijn, hè. Allee, pardon, service. Dat was deel 6 van Mechelse muziek in tijden van corona. Morgen zijn we er op ze vast. Tot morgen, hè. Dag. Dan moet ik het weer afzetten, dan moet ik altijd even dat knopje zeker.